Gaan we naar Robotland? Daar had ze het al over. Wij gaan weg naar... Robotland. Robotland met de jongste vier. Wij zijn helemaal in België. Er is zoveel te doen dat ze niet weten waar ze eerst heen moeten. De junior vergeet hij van zijn leven niet. Voor het eerst een echte graafmachine. Maar hij is echt te klein. Hij botst overal tegenaan. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. Het is zondagochtend en papa ligt nog even te slapen. Die wilde om 12 uur. Het is nog net ochtend, denk ik. 7 voor 12. Die wilde met z'n allen lekker ontbijten, brunchen. Dus we hebben de tafel gedekt. We gaan lekker met z'n... Even wachten, junior. Nee, even laten liggen. Moet je hem even terugleggen. En dan gaan we papa wakker maken. En dan eten we lekker met z'n allen. En daarna gaan we naar Robotland. Daar had ze het al over. Junior? Maar wat is Robotland? Ja, dan kan je allerlei proefjes en elektrische dingetjes doen. Dus... Mag ik dan een elektrische dingetje uitproberen? Ja, dat mag. Nou, we gaan even papa bellen. En dan gaan we kijken als hij naar beneden komt wat hij ervan zegt. Maken. Oh ja, jij ging hem wakker maken. Ga jij hem maar wakker maken? Jij... Jij mocht hem wakker maken, hè? Ja, hij wil het wel met uitgaan. Ja, dat is goed. Succes, mannen. Succes. Wat hoort hij? Hij hoort het doortrekken. Oh, ik heb het gezien. Hallo. Hij kwam nu verkeerd door. Ja, ik had al in de gaten dat er iets was. We hoorden de doortrek, zei hij. Gewoon de doortrek. Nee, even wachten. Nee, wij hadden gewoon de tafel helemaal gedekt als verrassing. Een lekker verse jus en broodjes van de bakkerij. En we wachten op papa. Dus ze zitten vol smacht op jou te wachten. Hé, ik mag een broodje van. Nee, nog niet. Hé, je zit te azen op een broodje. Iedereen wil die witte. Zullen we gewoon die broodjes van mij halen? Junior, kijk, ik heb er eentje. En nou dan voor mij. Je kan ook ieder een halve doen. Floortje is naar de bakker geweest. Floortje is geweest. Hier is iedereen zich aan het klaarmaken, want wij gaan weg naar... Robotland met de jongste vier. En? Ik heb beenpijn. Heb jij beenpijn? Ja. Hoe komt dat? Doorlopen. Oh. Zullen we dan voor jou de kinderwagen meenemen? Ja. Oké. En hier staat nog eentje mooie haartjes te kammen. En we wachten nog op Madelief. En de jas van Junior. En de jas van Junior. Nee, die jas ben ik kwijt. Oh. Kan dat nou? Ja, dat vraag ik me ook af. Dan heeft Junior misschien wel een jassenplekje. Junior, heb jij een jassenplekje? Waar? Groen en blauw. Waar zijn jouw jassen naartoe? Ik heb een jas ophangen. Nou. Niet die ik bedoel. Madeliefje! Madelief gaat niet meer mee, denk ik. Nee. De jassen van Junior. Zo. Dan had ik er. Ik weet niet of ik hem op had staan. Wil je nog eens? Zo doe maar die gaat hij waarschijnlijk mislukken. Zo doe zo. Oké, heel goed. Zo hé. Dat is maar één keer, dat is niet zo bijzonder. Ik hier in mijn jas. Aan de kapstok. Hier doen we deze jas eraan. Dat is ook een jas. Wij zijn helemaal in België en dat kan je altijd zien aan de nummerborden bij de auto's. Kijk, hier hebben ze zelfs een Rijonka. Die mag je zelf kiezen. Als je, dat kost 1000 euro, kun je eigen nummerplaat kiezen. Leuk, hè? Ja. Zo duur. En we gaan snel naar binnen, want Junior moet naar de toilet. En we zijn bij Robotland in Essen. Dat is niet zo heel ver bij ons vandaan. We zijn er nog nooit geweest. Zijn ik half uur rijden? Ja, 25 minuten rijden. En we gaan eens kijken. Leuk, hier zijn allemaal robots. Hallo.
Een soort Iron Man, ja. Nou, we zijn er binnen en we hebben een veiligheidsfilm gezien. En dan moet iedereen met zijn eigen bandje alle vragen beantwoorden. Oh, Floor is al één. Ja, kijk. Maar wij doen nooit. Je hebt dieper eronder. Ja, ook weer niet zo diep. Ja. Mag je in de buurt? Oh, ik ga Junior wel helpen. Wanneer moet je een veiligheidsgordel draaien? Overal waar een gordel is voorzien en aangeduid. Ja, volgende vraag. Succes hè, met de vragen. Ja. Goed hoor. Neem hier je foto met de mascotte. Gaan we ook nog doen. Tot als iemand heeft gescoord. Dus voetballen met de luchtdruk. Lucht. Maar past die bal erin? Nee. Mag je de bal laten... Laten vliegen? Nee. Wacht, kijk. Nee, ik kijk. Dat kan zo, hè. Oh, wacht. Dan ben ik hier niet bij. Er is zoveel te doen dat ze niet weten waar ze eerst heen moeten. Ga maar eens kijken. Moet je even naar papa lopen, denk ik. Leuk man, lief! Ja, ik had je al gezien. Je moet er naar voren hangen, je moet gewicht geven en dan ga je naar voren rijden. En nu kan je stoppen als je naar achter leunt. Nou, ze zitten hier op deze dingetjes en Madelief is er net op. Zo, goed dan Madelief. Hey, jij hebt hem in de gaten. Hè? Ja. Ja. Moeilijk hè, Madelief? Ja. Ja. Je junior vergeet hij van zijn leven niet. Voor het eerst een echte graafmachine. Heb je al een stok gepakt? Oh, zo hé. Kijk eens. Je hebt een stok. Gaaf, hè? Moet die andere doen, dan kun je mee draaien. Druk op de stad. Ja, daar gaat hij weer. En die? Dit is gewoon
Een echte originele graafmachine. En dan mogen die kinderen die mogen erop zitten allemaal. Hier staan 4 graafmachines. 4 kinderen zitten hier op een graafmachine. Allemaal jongens. Echt schitterend. Daar mogen ze er echt in rijden. Dus echt... echt voor jongens. Nee, dat had ik nog wel geweten als ik dat als kind gedaan had. Goed toch? Zo, je kan draaien. Ik wil... Zelfs ik zou dit nou wel willen doen. Zullen we het samen met papa doen? Papa. Papa, wil je helpen? Kom, gaan we even samen. Kom ook in. Eentjes vangen met een kraam. Ja, een nieuwe manier van eentje vangen. Alleen niet win je geen prijs, maar dat is veel leuker. Ja. Kijk eens meiden, eentjes vangen met een kraam. Leuk hè? Nu mag Guusje. Oh nee, Madeliefje mag eerst. Die zit al te wachten. Ik ga naar Madeliefje dan. Ja. Kom, zal ik jou er even aftellen? Waar gingen we natuurlijk op een auto op te pakken? Oh, ja. Ja, daar zijn we ook al op geweest, junior en ik. Het lukt wel. Ja. Even aanzetten. Ja. Weer aan. Is het junior gelukt? Nee. Ik denk dat het maar wel gaat lukken. Darten met de torenkraan. A vooruit. Sleutel. B achteruit. Sleutel. Ja, dat is allemaal kapot. D naar onder en E noodstop. Dus zo, kijk, dan moet je goed gaan staan. Dan moet je omhoog. Je moet eerst omhoog. Naar boven, C. C. Kijk, dan gaat de pijl omhoog. Wat is dit? En dan moet je de pijl gaan mikken, maar het waait een beetje. En dan met A en B. Kijk, zullen we de allerverste pakken? Nee, niet de allerverste. De middelste. De allereerste. Papa, kijk wat je hier hebt. Een raam. Ga je wel. Ja, dat gaat gewoon terug. Het is een echte kraam. Ja hoor. Hoe laat je hem vallen? Ja, gewoon naar beneden drukken denk ik. Of de noodstop. Oh ja, zou ik de noodstop doen? Ja, doe maar. Oh, dan is hij uit. Nee, doe de noodstop maar weer eruit. Dan moet je hem zo te... Hij moet ergens aan. Nou is het hier aan. Kijken, is gelukt. En zo moeten ze in de bouw ook mikken, zeg maar, hè? Kijken of ik in de bouw zou kunnen werken. Ja, dan moet je... Ja! Dat was echt perfect, hè? Yes! Ja. Hier is een echte robot en dan doen ze de band erop zetten. En junior doet dat gewoon... Oh, nou is die weg. Nou is Guusje. Je kan ook het stuur eraf halen. Wiel eraf halen. Uitdruk op toeter. Je kan ook het wiel eraf halen. Toen wil ik in de bakkerij wel zo'n computer die worstenbroodjes kan maken op zo'n robot. Worstenbroodjes robot. Hij zegt hoi. Die lacht. Oh, drukt hij de lampen aan. Ja. Ja, kijk, dan haalt hij de band eraf. Zo. En dan gooit hij hem buiten. Junior wilde in de raceauto's. En ik ben veel te klein. Ja, maar hij is echt te klein.
Hij botst overal tegenaan. Ja. Kun je die stoel naar voren zetten, of niet? Nee. Oh. Zo, hier zitten ze dan in de raceauto's. Ze kunnen niet voor zich kijken. Vooral hier niet al. Gaat het goed, junior? Kan je het goed sturen? Hè? Ja, nou sturen. Goed zo. Echte Max Verstappen. Papa, kan je niet? Ja. Met losse handen. Oh my. Zo, het zit erop. Middagje Robotland. Het was echt, wij wisten helemaal niet dat het zo dichtbij was bij ons. Oh, ja. Ik had er nog nooit van gehoord. Het is echt superleuk. Ja. Vooral voor voor kleine jongens is het echt heel leuk. Maar voor kleine meisjes en voor papa's was het ook heel leuk. 6 tot 12 jaar geleden. Ja. Nou, ik weet zeker dat Stan en Nout het ook leuk hadden gevonden. Ja. Ik zei het nog tegen ze, ga nou mee. Maar ja, die hebben pech gehad. Kunnen wij ze lekker maken, hè? Ja, het was echt leuk. En informatief. Ja, leerzaam uit. Gaan we hier nog een keertje vaker heen? Ja, we gaan hier nog wel een keertje vaker heen. Vond jij het ook leuk, Madelief? Ja. Ja. Maar op het eerst denk je dat het niet leuk is, maar daarna denk je echt, jee, het is leuk. Ja. Je weet niet wat je moet verwachten. Wat vond je het leukste? Alles. Ik vond dat voetballen met de blikjes heel leuk. En, ja. En die... Ja, die is ook ik weet niet leuk. Ja, die elektrische step. Ja, die stepdingen. Junior, wat vond jij het leukst? Alles. Ik ook die elektrische step. Ik vond de graafmachine het leukste. Okay. Ik zei alles en dat dan het gaatje. Ja, en die dartdingen ook, dat was ook die dart, leuk. Ja, ik de graafmachine. Ja, dat buiten was wel echt voor jongens. Ja. Papa, ja. Ik vind die boxauto's ook leuk. Dat waren geen botsauto's. Maar jij. Kartjes. Ja, maar daar mag je niet mee botsen. Maar daar deed jij wel een beetje mee botsen. En dit was weer een dagje uit ons leven. Ik wil nog iets zeggen. Oh. Gaan we hier nog een keer vaker? Ja, dat had je al gezegd. En ik had al ja gezegd. Ja, dit was een dagje uit ons leven. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we weer. En we hopen dat je abonneert. Adoe. Hier komt de graafmachine met zijn graafhandje. En die zet de vlog uit.